Joan Wilson is vandaag beëdigd en toegelaten als 51ste lid van de Nationale Assemblée. Wilson komt in de plaats van Remy Tarnady, die in december 2017 opereerde voor de functie van districtscommissaris van Koroni. Wilson is van huis uit leerkracht en counselor van beroep. In de jaren 2000 en 2005 was ze ook gekandideerd, maar kreeg net niet genoeg stemmen om een zetel te kunnen bemachtigen. Wilson heeft zich inmiddels klaargestoomd voor deze functie door al geruime tijd DNA-vergaderingen bij te wonen. Ook heeft ze politiek gestudeerd bij het Vrouwenparlement Forum. De twee zetels in Koroni worden momenteel ingevuld door de NDP en de PALU. Bij de PALU is eerder Cleon Gonçalves Jardin de Ponte in plaats van Anton Paal gekomen. Met de komst van Wilson zijn er nu 15 vrouwelijke parlementariërs. Reeds 24 jaar geleden heb ik mij een weg gebaand naar het politiek toneel. Mijn levensdoel is een ontwikkelingsfundament voor Koroni te kunnen neerzetten, rekening houdend met de economische en ecologische maatschappelijke dynamiek van deze tijd. Het bevorderen van een veilige woonomgeving voor ieder in Suriname en met name voor het kind, die ik benader als een speciale groep binnen onze maatschappij en die ik als een zeer belangrijke groep vind. Actieve betrokkenheid van alle Koronianen bij wat er leeft in de samenleving beschouw ik als een basisvoorwaarde voor een veerkrachtige en weerbare maatschappij. Daarnaast wil ik mijn expertise op het terrein van psychosociaal en speciaal onderwijs aanwenden voor een verdere ontwikkeling van een veilige, open en vindingrijke samenleving. Dat was Joan Wilson. Ze is vandaag beëdigd en toegelaten als 51ste lid van de Nationale Assemblée. Wilson komt in de plaats van Remy Tarnady.